Iedereen ja, is Shelley, alleen Shelley is niet en ik kom niet. Waarom niet? Tien. Gewoon niet. Heeft ze geen zin om bij de vergadering? Nee. Dat snap ik toch. Dat is toch logisch. Als je er niet wil zijn, dan. Ik zat er normaal gesproken ook niet bij. Ja. Oh, dat zou lekker zijn. Als je niet interesseert, dan heb je ook niks toe te voegen, denk ik toch? Oké, maar dat maakt ook voor de rest niet uit. Dat is je eigen keuze. Zo. Het is de financiën van gisteren die ik heb bijgewerkt voor degenen die hem al hadden gezien. Een stukje uitleg ook erbij. Hoe dat kan, want de laatste keer stonden we op plus 31. Nu staan we op plus 20 ongeveer. Het zakgeld is niet bijgewerkt, want dit is de financiële update van gisteren van de vergadering. En Jordi heeft gisteravond het zakgeld bijgewerkt, dus die wordt in de volgende meegenomen. Hoe kan dat? We hebben alvast een voorschot gedaan op de Gebroeders Co. Een kleine 3000 euro. De snackwagen plus de toiletten voor de komende evenementen en borgen erbij van 900 euro. Dat maakt in totaal 3100 euro. Halloween kleding 200 euro. Even kijken, de groothandel voor de markt alvast, daar heb ik een schatting van gemaakt. Ik denk ongeveer 1500 euro, ik weet het niet zeker. Want aan de hand van de pakbonden is daar geen prijs. Nieuwe facturen van Urban erbij, kleine 3800 euro. Dat maakt dat we 11.500 euro aan extra kosten hebben gemaakt. Okay. Maar het is in principe allemaal voorschot. Het zijn allemaal dingen waar we geld mee gaan verdienen. Dus uiteindelijk op lange termijn zorgt het er weer voor dat we er beter voor staan. Okay. Maar dat verklaart in ieder geval waarom... waarom we 12.000 achteruit zijn. Voor de rest, ja, heel weinig bijzonderheden. Even kijken, heel weinig of misschien eigenlijk wel helemaal niks. Kleine groep. Nee. Niks spannend. Dat was hem. Mocht er iemand alsnog vragen hebben, kom maar naar me toe. En het zakgeld is ook weer bijgewerkt, jongens. Dik. Omdat vandaag de vergadering is, heb ik een overleg met Jesse. En hij is... maakt niet heel veel uit. Alvast het zakgeld van november bijgeschreven. Als je minder dan 100 euro hebt, dan zijn het leningen die eraf zijn gegaan, die dan daarvoor in oktober zijn geleend. Als je het wilt inzien, dan kan het gewoon trekken aan de bel. Niet aan die bel, maar kom gewoon naar mij toe alsjeblieft. Dus ja, dat zover zakgeld. En jongens, ik ben wel heel erg blij om te zeggen dat vanaf 1 tot 30 oktober... dat niemand in de min heeft gestaan. Ja! Yeah! Door lening. Mooi dat we even klappen, het is eigenlijk een normaalste zaak. Nu. Ja, maar ja. Applaus voor jezelf. Van september van 10 van de 14 inwoners of zo die in de min staan naar... nul. Naar nul. Ja. Exclusief natuurlijk de leningen. Maar ja, het is een beetje het creatief boekhouden onderling dan, hè? Knipoog, knipoog. Ja, is het wel gedaan. Dus chapeau. Goed. Kom met de punten. Actie. Eens kijken. Hollandse Boerenmarkt heeft een extra shift. Die begint om 10:30. Ik ben uitverkocht volgens mij. Ja? Ja, volgens mij wel. Nog 80 kaarten. We hebben 80 kaarten. Ja. Of 70. 70. Ah joh, ik verwacht dat wel uitverkocht is. Misschien dat ik er 10 overhoud. Maar... En dat is dan ook meteen het grootste evenement van Utopia dan toch? Qua aantal bezoekers? Ooit. Yeah. Ja. Wow. Yes. Nice. Wow. Super cool. Playback video fame tot en met vandaag insturen. Mogelijk. Is dan, heb je nog wat gehoord dat erover? Ja, dat is van gisteren dan. Nee. Deze is van 29 oktober. Ja, die is woensdag zouden we dan tot en met maandag zouden we in kunnen leveren. Oh, ja. Volgens mij gaan we gewoon door en is dat gewoon. Ja. Oké. Nou, de deur van het sanitair moet altijd dicht. Aanstaande donderdag is er een lezing over gedrag. Ja. Oh, is dat vandaag? Ja, dat is zeker vandaag. Oh. Alleen, was vorige week vrijdag natuurlijk ziek. Als het goed is, is het vandaag weer beter. Alleen, ik moet daar nog even bellen, want ik weet nog niet, ja, dat komt goed. Is het in de ochtend of middag? In de middag, denk ik. Ja, oh god, wat we gaan tussen 12 en 1 gaan we een tent opzetten met z'n allen. Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen rekening mee gehouden. Nee, dat wisten we ook niet. Maar je moet even kijken, ik kom daar nog eigenlijk straks nog even op terug. Ik zou er eigenlijk gisteren op terugkomen, maar toen... is me dat niet gelukt. Hoe gaan we dat doen? Kan je daar nog een tijd met haar afspreken? Want tussen 12 en 1 komt tent, zijn we echt wel een paar uur bezig met z'n allen. En de prijs is gebaseerd op dat we meehelpen. Ja, ik kom erop terug. Oké. Okay. Ja. Opdracht. Ja? Ja. Oh, een drukke planning ineens vandaag. Ja. Stichting Mascura die komt vrijdag 1 november om 11 uur. Vandaag gaan Merel, Brandon en ik wil ook best mee helpen hoor. Taart maken en dan gaan we morgen hapjes eten. Oh ja, voor de... Dat ook mooi gezegd hebben, gaan we ook morgenochtend ontbijten met z'n allen.
In verband dat dit de laatste volledige maand is dat we in Utopia zitten. Hoe laat? Hoe laat gaan we eten morgen? Ontbijt. 7 uur. Jees. Gewoon 9 uur ongeveer? 9 uur is een mooie tijd. 9 uur? Ja. Zo best iets voor lijf. Auw, nee. Mijn oorbel valt ervan uit. Wat is het volgende puntje, Jordi? Kistjes, Mariska zagen. Ja. Mariska zagen? Dat lijkt me prima tijdens Halloween. Hoeveel kistjes hebben we nou eigenlijk al compleet? Wat is de vraag? Brendan. Wifey! Maar, en Maris die zijn daarmee bezig. Ik heb jullie ook gezien. Ik heb een aantal andere mensen ook zien aansluiten. 150 kistjes zouden er voor de markt toch, hadden we afgesproken, zouden klaar zijn. Gaan we dat redden? Want ik vraag me dat af. Ja. Hoeveel zijn er nu dan? Denk ik niet. Nee. Denk we hebben duiden van 19 liggen. Ja. Het is Jens ook gelukt. Maar moeten die niet gestuurd worden? Nee. Alleen die daar bovenop staan. Die daar boven wel, maar degene die daaronder staan. Die moet iedereen ik denk dat het wel lukt. De vorige keer is het Jens en met wie hebben we het nog meer gedaan? En de rest, ik weet niet wie er allemaal heeft meegeholpen. Het waren ook eigenlijk iets kleinere kistjes dan nu. Nee, dat waren deze. Dylan ook. We hebben het ook gewoon gered. Maar dan moeten we wel... Dus als mensen zich er vol voor inzetten dan wel. Volgens mij, als is nu wel gescheurd. En wat daar ligt wel, de rest moet nog gezaagd worden. Ja. En we hebben natuurlijk ook gewoon die schuurband, hè, als we die op de kop neerzetten en dan gewoon langs halen, dan hoeven we niet het al te schuren. Welke schuurband? We hebben gewoon een schuurmachine. Zo'n elektrische stopcontact. Oké, want heel even in mijn hoofd, hè, maar goed, misschien... vandaag komt de tent waar we met z'n allen moeten opbouwen. Vrijdag hebben we dus... die stichting die langskomt waar Brenner mee bezig is. Dan hebben we vanavond nog een feestje. En we gaan nog met z'n allen eten. Dan hebben we zaterdag, dan moet het terrein nog opgeruimd worden. De markt moet nog ingedeeld worden. Wanneer gaan we er dan mee aan de slag? Ik heb geen idee, Jessica. Morgenmiddag sowieso. Je noemt ze geen groepsdingen natuurlijk. Kijk, en vanmiddag bij het tent opzetten. In principe is het handig als we met z'n allen helpen. Maar als er 2-3 mensen bezig blijven met de kistjes, dan is het prima. Hoor. Als ik met kistjes, want met de tent, ik, ja. De zijkant is 2,5 meter hoog. Dat bedoel ik. Ik ben daar echt. Dus 1,5 keer Andrea. Zo cute. Ja. Plus en... ik heb ook wel DJ-les eigenlijk. Ja. En morgen, even kijken, die stichting, ik weet niet hoe laat die komt, maar dat zal niet... 11 uur. Nou, dat zal niet de hele dag zijn. Nee. Tot 12:30. 1,5 uur en ja. Daarna... Wij pikken om 2:30 Peter. Ja, maar dan kunnen we wel kistjes maken. Nee. Ja. Maar ik kan daarna zo wel aansluiten. Dus er zijn... het is meer dat ik denk van, goh jongens, laten we er een planning voor gaan maken. Want er is nog al een hele hoop te doen. Ja. Er moet nog best wel een hele hoop gebeuren. Dus laten we echt even goed kijken van... Wat de vorige keer heel goed werkte, is dat iedereen een taak heeft. Dus dat iemand maakt de onderkantjes en bovenkantjes. Iemand maakt de zijkantjes. Iemand doet dat ding erop. Ja. Dan ben je daar... dan heb je gewoon een lopende band, dan gaat het heel snel. Maar misschien kunnen we dan verdelen dat nu een aantal mensen bij de tent gaan helpen en een aantal mensen kistjes gaan maken? Gaan de kistjes gewoon binnen gemaakt worden of gewoon buiten? Nee, hij moet buiten. Kistjes moeten buiten. Ja, mij maakt niet heel veel uit of dat kistjes bij hebben of dat kunt tent moet opzetten. Dus, Je kan wel natuurlijk ook kistjes gaan schroeven in de tattoo shop, hè? Ja. Als je het koud hebt. Je moet alleen even de schroeven van de kant geschoven. Juist om het geluid. Omdat het wel hard is. Omdat het hier voorheen had, het ook bijvoorbeeld hier binnen. Dat komt toen ook niet meer. Nee, oké, maar de caravan, de slaapplek, is natuurlijk niet een plek waar geleefd wordt, hè? En hier binnen wel. Kijk, als ik hier een gesprek met Maris. Maar ja. Oh, zo ja. Dit ook eigenlijk niet te bespreken, maar de tattoo shop, ik denk dat het wel prima is. En dan is gym. Ik denk dat ook al. Hebben we ook gedaan de vorige keer. Maar wie gaan ze dan hard maken voor kistjes? We moeten er best wel hard voor maken. Volgens mij hebben we dat al 2 vergaderingen achter elkaar besproken, toch? Volgens mij is die vraag 2 keer gekomen vanuit Marissa. Ja, maar nu hebben we een tent en kistjes. Het is meer van wie staat nu waar? Wie staat bij tent, wie staat bij kistjes? Nou, ik help wel even in kracht, ik help wel even mee met de tent. Ja, en daarna kan ik me wel aansluiten. Ja. Maar we hebben ook maar 2 of 3 mensen nodig die tijdens dat we de tent opzetten met de kistjes bezig zijn. Want we kunnen niet de helft van de mensen met de kistjes bezig laten zijn. Dat kan niet. Ik heb die man beloofd dat we echt wel veel mensen hebben die meehelpen. Mocht het nou uiteindelijk niet nodig zijn, dan kan je altijd overstappen. Maar laten we in de basis vanuit gaan dat 2-3 mensen kistjes blijven doen. Oké, wie zei dat dan? 1, ik. Maris? Dat is wel. Ja hoor. Ja, maakt mij niet zo uit, tent of kistjes. Ja hoor. Oké.
Okay. Nou, ben ik wel nummer 3 in backup als die dat niet nodig is met de band. eens kijken. Dan ben ik vrijdag om 12:30 lekker naailes, jongens. Ik ga lekker naaien. Oh, een naaister. Eens kijken, kratten worden opgeruimd uit sanitair gebouw. Nee. Ja, er staat nu voor mij weer een nieuwe, maar ik heb hem wel opgeruimd. Het was er ook maar eentje van mij, deze keer. Kunnen dan ook alle andere mensen die een kratje daar hebben staan, dan ook gewoon lekker in het huisje meenemen? Volgens mij is het redelijk algemeen. Misschien dat er nog beddengoed en dat soort dingen liggen. Toch? Heb ik allemaal gewoon weggewassen voor jullie. Ligt er twee kussens en een natte dekbed. Ja, die moet in de droger. Die moet in de droger. Die heb ik gewassen. Oké, door. Ja, inderdaad. Lexi wil de visagist regelen. Mag ik daar maar op inhaken? Of het is jouw punt, meid. Of wel straks bij de rond. Doe nu maar. Hij is nu aan bod. Ik heb hier ook al met Milena gesproken. Ik heb een visagist geregeld voor 7 november. Zij is hier donderdag om 1 uur. Ze doet mijn haar en ze doet mijn make-up. Het is een professionele visagist. En de reden dat ik haar heb geboekt is omdat het gewoon de onzekerheid van Milena. Dus daarom, het enige wat ik vraag, ze vraagt een vergoeding van €50. Ik wou vragen aan de groep of de vergoeding en de eventuele reiskosten kan vergoed worden. Aan de BV, ik zeg daarbij, zit daar een verkoopmodule aan vast. Wij gaan de foto's die van ons worden gemaakt, die gaan we ook verkopen. Dus het is sowieso dat wij eventueel de kosten gelijk terug kunnen halen met de verkoop van onze foto's. Hoe wil je dat gaan verkopen? Wat wil je op de markt gaan zetten? Daar kan Brendan het beste, denk ik, over. Waarmee toen al begon, überhaupt over de fotograaf. Van die motivatieposters te maken. Mm-hmm. Die hangen in de sportschool. Mm-hmm. Dat soort foto's gaan we natuurlijk maken. Mm-hmm. Mooi tekst onder. Jordi kan het mooi bewerken. En die gaan verkopen. Aan mijn own motivation. Ja. En die bikini, wat kostte die? Die heb ik te leen gehad. Hoef je niks voor te betalen. Hoef je niks voor te betalen? Nee. Dus kijk, het enige wat vaststaat ook. De shoot kost sowieso €50. Er komen de 10 foto's komen daar. Van die 10 foto's zijn ook eigenlijk gelijk ook al de foto's bewerkt. Dus daar zijn er helemaal geen kosten aan verbonden. Ik weet niet hoe het zit met Shelly. Of ze eventueel hopelijk blij zijn. Maar als zij maandag weg gaan zitten, 1 plek open. Dus. Ja, ik vraag een kleine vergoeding alleen voor de reiskosten en Lexi was een paar dagen geleden al bij me geweest. Ik weet niet, ik had niet heel erg het gevoel dat ik daar de knoop in door moest hakken. Ook omdat, ik heb tegen Lex gezegd, gooi het even in de groep. Want ik weet niet beter dan dat de droom is om personal trainer te worden. En ze zegt zelf ook, het is niet mijn droom, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus dat is dan iets waar we met de groep naar moeten kijken. In hoeverre gaan we dingen vergoeden vanuit de BV die we heel erg leuk vinden. Ik denk dat we daar allemaal wel onze eigen mening over hebben. Ja, kijk, waar het mij om gaat, kijk, als ik het geld zelf had, ik het zelf gedaan. Maar ik werk me echt de ass op om elke ochtend om 7:30 al op de crossteen te staan. Ik wil niet uitstralen. Ik wil gewoon laten zien, door middel van een vette shootfoto, wat je gewoon met training en voeding gewoon kan doen. En helemaal voor alle leeftijden. En dat wil ik gewoon uitstralen. En ik weet dat het ook een droom is, een soort droom is van Brendan. Brendan die is ook lekker bezig met trainen. En voor hem is het ook gewoon een soort van droom om gewoon te laten zien wat je voor elkaar hebt gekregen door middel gewoon van een professionele fotoshoot. Maar je zegt, als ik het zelf had gehad, had ik het zelf betaald. Als ik zelf al het geld had, ja. Maar ik vind zo van, ja. €141. Ja, daar gaat al heel veel geld vanaf. Van de kruidvat en al soort dingen. Maar als het niet anders is, dan betaal ik het zelf. Nee, dat hoor je me eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar je hoort me eigenlijk alleen zeggen dat je zelf zegt van, als ik zelf het geld had gehad, had ik het zelf betaald. Ja, maar er komen er natuurlijk wat meer kosten natuurlijk bij. En dan zal ik einde van de maand of van de rit zal ik weer geld moeten lenen bij mensen. Als het kan, vind ik het gewoon geen probleem. Maar ik vind wel, als er meer mensen gebruik maken van de fysici of zo, ja, hoef ik het niet alleen te betalen, lijkt mij. Ik vind €50 normaal gesproken niet echt een knelpunt. Alleen, je hebt zelf geld en we hebben Milena. En dat is een beetje hetgeen waarvoor ik denk, ik voel me niet echt de geroepen persoon om hier in een knoop door te gaan hakken. In ieder geval niet zonder overleg met de groep. Ja, daarom gooi ik het nu in de groep. Ik vind het persoonlijk geen probleem. Ik denk €50 als je daar echt heel gelukkig van wordt.
Ja. En de visie ziet het heel erg mooi. En daar kan er ook nog wat van leren. Daarom heb ik, ben ik ook gelijk eerst. Ik heb gemerkt dat ik de vorige keer met de visie van, hoe heet het, nummer Veem, dat ik haar echt wel een paar vragen heb kunnen stellen. Dat ik heb gezien hoe zij het deed. En daar leer je toch best wel veel van. Normaal gesproken vragen visies is het veel meer. Ja. Ik heb haar werk gezien en ze is gewoon hartstikke goed. En daarom zei ik al tegen, kom er gewoon lekker bij, dan kan je er ook... Maar ja, dat is mijn mening en ik weet niet wat de rest van het goed is. Amsterdam. Amsterdam. Dus het is, even kijken, het is dat 40 kilometer? 30 ongeveer. Dus 80 keer... 12,5 uur of zo. Ja, iets meer. Ja, ik wil heel graag blanco hierin stemmen. Ik weet hier eigenlijk niet wat ik hiervan moet vinden. En dat is niet ten nadele van jou, Lex, maar dat is ook al dat ik zei dat de foto's worden van het zakgeld betaald door mensen. De visie gaat dan weer van de BV. Ik kan de lijn niet meer vinden. Dus ik wil heel, heel graag blanco instemmen. Ik weet niet wat van de gunnetje. Maar aan de andere kant rijmt het ook niet in mijn hoofd. En dat heeft meer met de keuzes die daarvoor zijn gemaakt. En dat is niet om jou ten nadele te zijn. Want als jij het heel erg leuk vindt, en Brendan ook, om die foto's te laten maken. En er zit een verdienmodel achter. We gaan het uiteindelijk verkopen. Dat zou ook bij een evenement zo zijn. Dan worden er ook in dingen geïnvesteerd als een clip. Of in andere dingen. Of in kleding. Of toen ik als trouwambtenaar daar stond in mijn dingen. Werd het er ook in geïnvesteerd. Dus dan is het wel weer een heel andere koek. Want als je uiteindelijk die foto's gaat verkopen, gaat het ook geld opleveren. Ik weet het niet meer. Ik ben de draad een beetje zoek in het geven van geld en de dingen die we mensen gunnen. Wat is daar reëel in naar een ander toe? Ik kan de draad niet meer vinden. Dus ik wil heel graag blanco stemmen, want ik wil niet de nadelen zijn, maar ik wil ook niet de voordelen zijn. Want anders dan kan ik mezelf straks niet recht in de spiegel aankijken waar ik ja en nee op zeg. Maar hoe gaan we dit bepalen? Ik vind het ook een heel lastig hoor, dit. Ja. Maar, ja, het is eigenlijk gewoon krom, maar dit is puur een gunfactor. Het is nergens op gebaseerd. Inderdaad, wat His zegt. Kijk, het doel van dit is een fotoshoot. Dat wordt dan van het zakgeld betaald. Maar om er mooi uit te zien tijdens een fotoshoot moet het niet van de BV. Ja, gaan we dat Lex gunnen? Ja of nee? Dat is nu gewoon de kwestie. En voor de rest is volgens mij ook geen touw vast te knopen. Het is niet alleen mij, want ik denk dat... Jongens, pak het anders maar van mijn droomgeld. Dat is ook prima. Ik heb 100 euro droomgeld, doe maar voor 50 euro van mijn droomgeld. Helemaal goed. Ja? Ja, maar dat zo werkt het niet. Dat is niet gek, zo werkt het wel. Ik bepaal wat er met mijn droomgeld gebeurt. En nee, ik heb verder geen dromen meer hier. Voor jouw droom. Ja, ik heb... Fysiologie. God. Tadaa. Kijk, weet je wat het is? Als het vanaf het begin gepitcht werd als zijnde verdienmodel, we gaan producten verkopen, dan had uiteindelijk de BV ook toe moeten zeggen om ook de fotoshoot te betalen. Ja, maar dat is toen niet gezegd. Maar dit wist ik ook niet. Dat heb ik toen wel gezegd. Ook in de groep. Ja? Ja. Maar dan moest die foto's worden gemaakt met evenveel, dus om posters te gaan verkopen. Oké. Oh, dat heb ik dan helemaal verkeerd begrepen. Ik dacht ik dat ze opgehangen zouden worden. Ja, ook, ik ook. Ja, ook. Ze worden ook sowieso opgehangen, maar sowieso in zo groot formaat. Plus ze worden ook verkocht. En hoe zit het daar dan mee? Met de foto's die opgehangen worden, waar wordt dat dan door gefinancierd? Of zitten we dan, stel dat we dit toezeggen, zitten we dan volgende week? Ja, nu hebben we de foto's en die willen we graag 40 euro bijvoorbeeld voor drukwerk. Dat is dan wel lekker om van tevoren alvast te weten. Ik denk wel waarschijnlijk akkoord geven of niet akkoord geven op een compleet verhaal. Ik denk wel waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren, omdat je natuurlijk... ik denk niet dat het vanuit Kenneth zelf komt dat hij opeens allerlei posters gaat printen. Nee, hij maakt gewoon de foto's en zoet en de foto. Dus dan zullen die posters even moeten printen om een voorbeeldje te hebben voor in de gym. En ja, dus dat is een exclusief, die 60 euro is dan exclusief de drukwerk. Ja. Maar als er een verdienmodel achter zit, dan is dat zo weer... terugverdiend. Ja. Jawel, maar het is wel lekker om van tevoren te weten. Kijk, wat nu is het de fotoshoot, we betalen het van het zakgeld, dan komt de visagie, dat willen we graag vanuit de BV en dan hebben we daar akkoord op gegeven en is het een verdienmodel, dan kan je eigenlijk niet anders dan als BV ook drukwerk te gaan financieren. Ja, en eigenlijk ook vind ik dan persoonlijk ook de foto's. Want waarom zou je dat in vredesnaam van je zakgeld gaan gebruiken als je er geld mee gaat verdienen? Omdat met alle foto's gaan gebruikt worden voor de verkoop, wat ik heb meegekregen. Want ik krijg dan sowieso 10 foto's. 10 foto's en die zijn ook bewerkt. Dat ik 5 foto's van mezelf wil, dat soort dingen. En andere gingen ook voor mij op de foto. En zover ik weet gaan die niet. André gaat op de foto. Jordi wil op de foto. Ik heb Frenny op de foto. En ik wil dat Frenny ook dan gewoon in de make-up komt. Ik wil dat de mannen ook gewoon een make-upje ook krijgen. Want zo hoort het gewoon bij een professionele fotoshoot. Maar kan je niet die posters op pre-order doen? Kan ook. Dat beter. Ja. Ja, dan heb je alleen niet een voorbeeldje. Is wel leuk.
Ja, nou, dan ja, het is het vrij logisch toch dat er BV hier naar dit product gaat kijken en dit gewoon gaat betalen. Want als het een verdienmodel wordt, hebben we het alles gedaan. Jawel, maar dan moet je wel gaan kijken of je denkt dat zoiets gaat verkopen of niet. Ja. Maar ja, wel ook bijvoorbeeld met het magazine, er was toen ook geen voorbeeld van. En daar hebben we toen via een mock-up dat het lijkt van, oh hey, vlieg op je wang. Sorry, excuses. Ja. Dat je tenminste wel een soort van cover had, dus dan kunnen we ook gewoon hetzelfde doen met de posters. Met de posters, dat dus je een soort van beeldvorming hebt van hey, hoe of wat. Een beetje hoe ze het op Ali doen. Ja. Gewoon Photoshop, pop, ja. Doorplakken. Maar wat minder amateuristisch. Huh? Ja. Gewoon een digitale druk. Ja, dat het zo leuk hangt op je muur en zo, en dan een fotocollectie. Nee, ik sta in mijn bikini, mijn glitter bikini. Oh. Maar... wat gaan we hier nu mee doen? Nou, mijn voorstel is dat Jessie met hun gaat zitten om te kijken van hoe het gefinancierd gaat worden. En dat er gewoon de BV gaat kijken wat ze er vooruit kunnen trekken. Ja. En mocht dat niet zo zijn, mocht er uiteindelijk worden gezegd van nou, de BV betaalt het dus niet. Wat gaan we dan doen? Want die fysici die... Ja, ik ben gewoon van mening dat het belangrijk is dat er komt. Anders heb je een fotoshoot met een professionele fotograaf, maar... Ja, de make-up zit niet en dan, ja, kan je het beter niet doen. Wat wordt er dan gedaan? Gaat het dan van mijn droomgeld af? Vind ik goed. Akkoord bij deze. We gaan er eventjes naar kijken. Okay. En er komt gewoon een oplossing. Tuurlijk. Duidelijk goed. Oké. Mooi. Ik wil wel alvast laten weten dat mocht de BV besluiten om in het product te investeren, dan betalen we ook de fotoshoot. Anders is het een beetje krom of zo. Ja. Dit was hem wel qua fotoshoot. Ja, dat is waar, ja. Sorry. Namelijk dat je die posters wel kan verkopen. Wel vertrouwen. Kijk. Ook zonder shirt. Oeh. Hij gaat zonder shirt ook. Ga je zonder shirt? Ja, die wordt wel duur. Free the nipple. Free the nipple. En daarbij, zeg maar, op de foto, mag ik alleen even één dingetje zeggen? Dan ben ik echt klaar. Nog één ding benoemen? Ja, benoemen. Maar daarbij de foto willen we gewoon een vette quote opzetten. En ja, dat is het. Heb ik al. Okay. No pain, no pain. Nee, dat weet ik nog niet. Okay. Ja, misschien die no pain. Shelly zal alle coverfoto's opzetten. Heeft ze dat gedaan? Nee. Klompen dansen met de groep in de kel. Ja, dat hebben we niet gedaan. Mm-hmm. Met de les van Annelicia. Oh, ja. Dus ik hoop dat we dat na het tentopbouw kunnen gaan doen. Ik moet zeggen, ik weet niet alle dansen meer. Maar we hebben een spreker daarna. Ja, en ik ga tapas maken. Heeft het zin om dat te gaan doen? Ja. Ja? Ja, fantastisch. Weten we het nog? Er komen gigantische mensen alleen voor een boerendans. We zijn nu een nieuw dansduo, hè? Jens is weg. Ja, Dylan is weg. Oh, Jens. Dennis is Maar misschien kunnen we het dan zaterdag doen. Om 5 uur zaterdag. Regen. Want dan is het direct voor de markt. Dan gaat het wel regenen. Is het nog vers? In de tent. Ja, in de tent, ja. Dus zaterdag? Ja. Hoe laat? Ik denk dat het gewoon prachtig is. 11? Ik denk het ook. Laten we het wel vroeg doen, want vanmiddag gaan we natuurlijk de voorbereidingen doen en zo. Ja, vriesbakken. Ja, 11 uur. Mooie tijd. Oké, 11 uur klompen dansen. Wat kost die tijd? Maar Jess, heb jij de muziek of zo? Ja. Die staat op de stukje. USB. Oh, oké. Okay. Ik van de CD afgehaald. Oh, chill. Oké. Okay. Ik 14, 15 jaar. Zeg, ga dat niet doen. Ja, als kijken. Het regen is te zonde, maar ja. Je kan het risico niet lopen dat het... weer. Maandag is Leslie natuurlijk langsgekomen om een optreden te geven voor de Hollandse Avond. Ja, natuurlijk. Yeah. De kaart verkoopt. Ja! Yeah. En we waren toen 64 kaarten verkocht waar Mariska de hele dag, wat uiteindelijk... Anderhalf uur werd zou lopen. Ja. En hoe zitten we nu eigenlijk gegaan met... We hebben er 145! Oh, maar dan hebben we er... Ja! Ja. Maar wat gingen we iets doen bij 100 kaarten? 100? Ja. En wat gaan we doen? Nou, we zouden de pruiken doen, maar we hebben geen pruiken. Ja, maar dat lijkt niet zo'n fantastisch idee. Nee. Maar jongens, dat kan ook niet. 10 minuten op hebben en dan ben ik het helemaal gehaald. Ja. Dat gaan we niet doen, denk ik. Jij? Ja. Dus wat gaan we doen? Riske wil als windmolen, maar er is nog geen windmolen. En Gerrit wil als zonnebloem. En dat wordt dan een uurtje als zonnebloem of zo? Ja, als een brokje kaas. Maar als, mogen mensen 2000 kaarten kopen? En dat viswijvenpakkie, kunnen we dat niet nog een dag houden naar de markt? Oh, ik wil eventjes één ding... Nee. Eerst eventjes... Volendams pakje.
Je gaat het voor op mij, hè? Ja, het is nog een Jans pakje. Ik kan dat een vislijven pakken. Ja? 100 graden, wat gaan we doen? Vreselijk ordinair. Nou. Hak de knoop door. Ja. Volgens mij hebben wij al wat bedacht, of niet? Maar is kijk naar vijver. Ja, en jij met ja, maar dan windmolen. Maar ja, mijn windmolen is er niet. Oh, joh, wijf hier. Dan ga ik wel alleen als vlag. Maar dat kan denk ik ook niet, hè? Nee, dat kan niet. Niks qua decoratie. Ik denk dat met de verkleed. Ja. Foei. Oké, partijtjes. Dan maar de vijver in. Oké. Dan gaan er weer boze muggen komen. Mariska springt de vijver in. Mariska in een korte broek de hele dag. Nee, ik spring niet de vijver in. In een spijkerbroek. In een korte broek, de hele dag. Nee, het weet je ook uit. Waarom ik? Ja, nee, we moeten wat voor hebben. Een showtje voor ons opvoeren met een Nederlands nummer. Nou, ja. Pre-party van het evenement. Ja, we gaan op het evenement zingen. Linda, Roos, Jessica. Dan doen we een voorproefje. Bij 170 kaarten. Ja, maar zullen we die niet even wat meer omhoog zetten? Dat is wel leuk. Ja, vind ik wel een leuk idee namelijk. Maar dan bij de 2,5 of zo. Ja. Even je stem opwarmen. Is wel mooi. Echt een mooi getal. 2,5 is een mooi getal. Ja. Ronde getallen. Merel, zendertje. Nee. Oké, bij 200 kaarten. 250. Dus, Oké, 250. Ja. Maar bij 100 dan? Je hebt wel gehaald. Niet? Dat is niet waar. Nee, dat is bullshit, jongens. Nu zitten we te liegen. Ja, we hebben allemaal dingen die niet kunnen. Een leuke artiestbekendmaking. Nee. Nou, dan komen jullie er over een anderhalf uur op terug. Want ik wil natuurlijk wel een actie. He? Want mensen kopen niet voor niks een kaartje. Die denken dat het gezellig wordt. Ja, bedenk maar wat leuks. Jij mag wat leuks bedenken. Ja. Nee, hoor, dan hoef je de bal niet naar me terug te krijgen. Gerrit, je kan nu echt iets geniaals verzinnen. Jullie zijn van de organisatie. 24 uur in een mantelpakje, dat je het zielig schoonmaken. Oh, leuk. Ja. We hebben ontbijtkoeken. We gaan vanmiddag worden aan de bel getrokken en dan kunnen jullie koek happen. Niet ook vanmiddag hoor, we hebben het al zo druk. Ja, oké, dan niet. Vanavond, na het eten? Ja, nee, we hebben de organisatie. Oh ja, inderdaad. Hoe laat begint de hele Wat hebben wij drukke planning opeens? Ja, dat is echt fucking druk. God, gloeien. Dan gaan we morgen koek happen na het ontbijt. Maar het is toch prima om gewoon met 200 jullie showtje te doen? Ja. Met 200. Ja. Dit is meer symbolisch. Ja. Goed. Ik ben er wel heel benieuwd naar ook. Eens kijken, aanstaande donderdag is Halloween. Nou ja, het is vandaag Halloween, jongens. We hebben allemaal lopen schrikken al een beetje van een man met de ketting. Jij, allemaal? Nou, ik schrok eigenlijk van jouw gezicht meer, maar... Oké. Eens kijken, er is muziek van 8 tot 9. En daarna gaan we spelletjes spelen. En ik kan daar voor de rest niet heel veel meer over vertellen, maar misschien... Ik heb met Shell gesproken en... Die wilde spelletjes gaan doen, maar die had verder niet echt een idee wat. Toen ben ik gaan kijken en ik heb het spel Weerwolven gevonden. Of nou ja, eigenlijk kwam Hiske daarmee, sorry. Nee, maar... ik bedenk me net Hiske, die kwam met het spel Weerwolven van Wakkerdam. Ik heb er van gemaakt Weerwolven van Utopia. Dus daar ben ik naar aan het kijken en ik heb daar wat... Ik ben dan de spelleider vanavond, als jullie dat leuk vinden om te doen. En Jesse die kwam nog met een heel erg leuk idee om buiten Levend Stratego te gaan doen. Oeh. In het donker en dan... verstoppen en aan elkaar zoeken, dat is echt superleuk. Yo. Dus daar ga ik vandaag nog eventjes mee bezig om dat voor te bereiden. Dus, Milena is vanavond de spelleider. Yeah. Wow, yeah! dat was het. Oké. Oh ja. De kostuums denk ik die binnenkomen, maar eigenlijk is het Shelder ding, want Shelder heeft natuurlijk georganiseerd. Ja. Onder de noemer, er komt lekker drankjes komen er binnen. BV heeft de kleding gesponsord. En ja, ik ga gewoon... lekker een feestje bouwen. Ik heb het ook aan Fren en aan Meer voorgesteld. Maar ook voor verdere mensen. Willen jullie nog gesminkt worden? Of kom daar naar me toe. Want ik wil dat best wel doen. Okay. Je hebt net bloed, toch? Ja, als het goed is wel. Maar ik weet niet... Ja. Ja? Oh, dat vind ik wel gaaf. Dat vind ik ook. Wil je mee maken in een vampier? Gewoon lekker bleek huidje. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb gewoon schmink en make-up en zo. Dus dat wil ik best doen. Want ik beket wel, maar ik krijg toch dat ding om. Jij, ik weet niet wat ik doe. Ik heb zo'n masker en anders dan kan ik die sminken. Daar heb ik ook voorbeelden. Ik heb allemaal voorbeelden opgezocht. Dus. Hier staat ook nog Hollandse avond LED. Ik denk dat het gaat over het LED-scherm. Ja, toen ging iedereen al wegrennen, dus ik heb maar opgeschreven wat ik hoorde en toen ben ik echt. Oké. En een nieuwe B&B-roos hangt onder de agenda. Ik kan er nu wel op inhaken. Oh ja, oké. Okay. Ja? ik heb het B&B-roos niet onder de agenda, maar ik heb het hier. We hebben vrijdag 1 november, want deze man had zaterdag geboekt, maar dat was een verkeerde boeking, want zondag hebben we natuurlijk de markt, kwam Merel mee. Dus die hebben we gevraagd of hij op vrijdag wil en dat is goed. Lex en Fren weten al dat dit in hun huisje gaat gebeuren en jullie hebben allebei ook al een slaapplek. Ik ga bij de mancave. Okay. Dus dat is morgen? Ja, dat is morgen inderdaad. En Fren, jij hebt ook een slaapplek?
Oké, okay, cool. Bent? Dan hebben we die week daarna hebben we Martin en Wendy. Die mensen die hier samen met... Johanna. Johanna inderdaad waren. En die op de markt waren, die komen weer. Slapen in jouw huisje? Even kijken. Ja, die slapen inderdaad in mijn huis. En we hebben diezelfde avond nog een andere boeking. Een nagelklant van Frenny. Ja, heeft zij al betaald? Voor nee, zij heeft nog niet betaald. Zou ik haar even mailen? Nee, dat hoeft niet. Ik heb mailcontact met haar. Oké. Okay. Zij gaat... Boei! Oké, dan weet ik de dansles en de nagels ook doorgaan. Ja, ook de vraag aan jullie. Als er B&B-mailtjes zijn, zet het in het B&B-mapje. Ga niet het heft in eigen handen nemen door contact met hun te hebben. Want ik heb gewoon contact met alle mensen die een B&B boeken of willen boeken. Je bent lekker op dreef, mee. Anders dan hebben ze gekke... Hebben ze twee verschillende contacten. Eén contactpersoon, dat is Milena. Voor mij is het ook heel verwarrend. Daarna, de 16e van november, hebben we ook twee boekingen. Dat is De Boot en het Martelufke. Alweer? Hoe heet het? 9 november is het Witte Huisje. Oh, zo. Dat zijn Wyatt en Mirjam en Jacqueline. Die komt samen met Johan, volgens mij. En die week daarna, of 30 november, hebben we Mirjam en Dorit. En er is nog één plekje vrij. En dat is de laatste baby. Die wil ik boeken. Ja, dus... Er is eigenlijk nog maar één dag beschikbaar. 30 november is de 30 november is de laatste Bibi. Hoe spannend, de laatste keer dat je in Utopia kan. Ja, deze staat ook online, dus mochten mensen willen boeken, dan kan dat. De allerlaatste... €300. Voor deze maand. Misschien worden er wel drie boeken gedaan, met alle drie zo'n plek zitten. Dat kan niet. Dat kan niet. Nou, dat was hem qua vergaderpunten. En ook qua B&B. Ja. Dus dan hebben we een rondvraag. Merel. Oh ja, normaal gesproken is het zaterdag 7 uur ONS-dag, maar ik dacht, voor de markt is het wel leuk als we toch wat te eten hebben. Dus we eten zaterdagavond gyros. Yay! En falafel voor de mensen die geen vlees eten. Yay! Yes. Wie zijn dat? Lekker. Dus Andrea, Bren, Seribus. Wat voor vlees is dat, gyros? Van de Griekse koe. Van de chiropractor. Nou, dan wil ik, als het mag, toch op de vegetarische... Ja hoor, ja. Schrijf je dat van laf? Ja, falafel. 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 Nee, niet zo hard op falafel. En voor de rest heb ik het heel erg koud en ben ik benieuwd wat we met de tatoeshop gaan doen. Want misschien kunnen we daar een warme chillruimte van maken. Ja. Oké. Waar zijn we? Gerrit. Pas. Ja. Maar dat is... Zullen we even inhaken? Ja, Gerrit, ja. Hey, zeg maar. Ik wil er wel wat over zeggen. Ik was natuurlijk... ik zat in mijn nagelstudio in de tatoeshop, maar ik moest eruit. Omdat er natuurlijk voor de GGD en alles. Dus ik vroeg me af of ik een hoekje van de tatoeshop weer kan pakken om daar... mijn nagelspulletjes neer te zetten. Gaan we dat ombouwen? Ik vroeg me af of ik, zeg maar, ik verf op dit moment in mijn huisje. Mijn hele bed zit onder de verf. omdat de studio is, of het atelier is mijn studio geworden. En ik vroeg me af of ik er namelijk een hoekje. Van de tattoo shop. Ja, dat is dan toch leuk, joh. Dan hebben we er een nagelstudio, dan hebben we er een verfstudio. Coachhoekje voor jou. Yes! Coachingspraktijk, his past wel toch? Ja, past wel. Maar de bank is om er te laten staan, denk ik. Ja. Dat is wel... Dat is... En ik sta de koelkast. Ja, dat is hartstikke leuk. Ah, dat kan ergens anders natuurlijk. Maar jullie vinden het niet vervelend toch? Bij de bar. Bij de bar gebruiken we doen. Ik denk dat jij... Het ligt er een beetje aan, ik weet niet. Gek zelfs iemand dat vervelend vindt toch? Ja, nee, maar ik denk ja. Het liefst ga ik wel weer terug, want iedere keer zijn ook mijn spullen gepakt. En dan heb ik toch iets meer controle over, denk ik. Ja, dat het gewoon lekker in één ruimte is, niet waar iedereen is. Ja. Is het goed als we dan volgende week kijken of wat? Ja, voor mij betreft. Die markt en tent. Ja, dat we dat lekker daarna doen. Ik ga er vandaag een paar kledingrekken neerzetten om mijn kleren op te hangen. Want ik heb een beetje weinig ruimte in de boot. En dan zat ik er ook gelijk aan te denken om de muziek er neer te zetten. Why? En, Why? Hou maar lekker in de boot. En een computer. Why? Daar maak ik mijn kantoor van. Jouw kantoor? Oh, daar heb je het eerder over gehad. Bij de bomen, dat weet je nog? Oh, ja. Met betreft met muziek en een chillruimte, daar wil ik wel even inhaken. Ik slaap ernaast en ik ben eigenlijk niet van plan om tot 1 uur, 2 uur 's nachts met mensen lopen te schreeuwen en te blaren. Lijkt me gewoon dat we een avondklok hebben daar, toch? Dat het net als... Ja, maar ja, weet je, dan heb je de chillruimte en dan heb je ook nog de silo. Ja, hier zit sterfskuit en vroeger deden we niet anders. Ik snap wel wat je bedoelt, maar het licht gaat om 10 uur uit. En dat is voor ons ook gewoon een teken dat we gewoon hier gaan zitten en niet daar gaan zitten. Rekening houden met elkaar, er zit een gat in de muur. Ik zou het ook niet heel chill vinden als mensen aan de andere kant gaan krijsen en dat ik in bed zou liggen. Ja. Toch? 10 uur klopt. Coaching is leuk. Nee. Met bordje en al.
Ja. Ik ga het gewoon zeggen. Dat als mensen dan zeggen van nee, dat gaan we niet doen, we gaan lekker krijgen. Dat je, ja. Dan hebben ze gepoot om op te staan. Ik ken zo wat je bedoelt. Ik zou me niet zo heel erg druk maken. In goed overleg komt het toch altijd goed met elkaar. Ja. Als je ergens last van hebt, dan spreek je iemand ergens op aan en dan is het opgelost. Wauw. De groep wordt steeds kleiner, dus het wordt steeds makkelijker om rekening met elkaar te houden. Dus in ieder geval een nagelstudio, Milene verfspullen. Coaching Hiske. Nee. Coaching Hiske. Oh ja, de lounge noemen we trouwens. Moet ik hem doorgaan? Ja. Jij altijd met je ruimte ombouwen tot ga dat niet coachen. Dat is hartstikke leuk, dat begrijp ik. Die coaching pak al aan. Ja, ja, dat is waar. Loop je nou weer slaptouw? Alleen maar van die privé dingen voor jou. Wees er goed in. We zouden wel de lounge set van buiten erin kunnen. Ja, dat is leuk. Dan mag je wel een keertje die overtrek van die kussens. Dan past het niet meer. Vieze dingen. Ja, toch? Daar ben ik op tegen. Dan gaat dat van Freddy niet meer passen. Gaat van Milena niet meer passen. En te veel ruimte in mijn. Tuurlijk wel. Maar we hebben toch die bank? Nog een kast. We hebben toch die bank die erin staat? Ja. Ja. Maar je hoeft hem niet helemaal in zijn totaliteit neer te zetten. Je kan gewoon 4, 5 van die deeltjes in een hoekje neerzetten. Achter onder het cameragat bijvoorbeeld. Of aan de andere kant. Kijk, voor nagels heb je geen 5, 6 vierkante meter nodig. En voor schilderen ook niet. Er moet gewoon even praktisch naar gekeken worden. Dat ga ik ook volgende week doen. Als we de markt hebben gehad, dan gaan we even kijken hoeveel het mogelijk is. Ja, prima toch. Wie gaat er contact opnemen met Tattooland? Dat heb ik al gedaan. Heb je al gedaan? Ja. Oké, goed. Dan is dat prima. En Dylan heeft een heel lief briefje achtergelaten. Ja, Dylan heeft briefje voor een achter. Ja, en misschien is het ook nog wel, even, moet ik even de BV aankijken, Jessie. Misschien is het ook wel prettig om even een bosje bloemen voor de dank voor het bruikleven van de spullen te bestellen. Ja. Want de mensen hebben natuurlijk wel helemaal for free hebben ze dat ding hier neergezet. Ja. Ik heb gisteren ook met Dylan erover gehad om even een briefje te schrijven. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Ja. Daar mooi een bosje bloemen bij te doen. Ja. Goeie. Ja, vind ik een goed idee. Freddy. Oh ja, dat was het. Oh, Gerrit zei Bas. Freddy, sorry. Nee, dat was het. Ik heb gisteren mijn schilderij afgemaakt. Hij hangt daar. Hij is super mooi. It's pretty. Heel mooi. So pretty. Goed gezicht, gaan we even kijken. Ja, dat was het eigenlijk. Ik ga hem verkopen op de webshop. Ik vind hem heel mooi. Lekker, Milan. Ja. Zit er een ga door met het volgende. Ja, maar het meisje ben ik en ja, Jens is de jongen. En het is so close, but yet so far away. Jens is in Galaxy. En zeg maar, ja. Heel ver weg, maar heel dichtbij. De Galaxy. Galaxy. Hij is dood. En ik heb nog één doek hier achter de koelkast staan, een hele grote. Dus ja, daar ga ik één deze dagen mee bezig. En, mooi. Dat was het. We hebben ook nog steeds een boot waarvan we graag willen dat die beschilderd wordt. Ja, weet je hoe koud het is? Koud. Ja, het is koud. Ja. Winter is coming. Zo, het is echt koud, jongens. Drink. Andrea. Oh. Ik heb van de week een contact opgenomen met Jody Bernal. Want ik wil nog wat doen met mijn adoptie. Ik heb vorige week een artikel van hem gelezen dat hij mee heeft gedaan aan een televisieprogramma. Hoe heet het nou? Binder. Dus het was op Nederland 3, geloof ik. En daarbij coachen bekende Nederlanders, die coachen dan jongeren. Waaronder Jody Bernal, die coachen dan een meisje die geadopteerd was. En ook Loisa, die adopteerde. Die coachte een transgender meisje, geloof ik. Die coachte zij, omdat zij ook transgender is. En ik wil hem graag uitnodigen, omdat hij in het verleden heeft hij gezegd dat hij graag ook een kindje uit Colombia wilde adopteren. Maar door het programma komt hij daar een beetje op terug. En ik ben zelf ook niet echt voorstander van internationale adoptie. En dat wil ik jullie allemaal vertellen. En ook de kerstballen. Ik heb de proefdruk van de kerstbal binnengekregen. Hij ziet er hartstikke tof uit. Waar is die? Op de computer. Oh, oké. Okay. Op de computer. Een digitale. Mm-hmm. Ja. Hij ziet er hartstikke leuk uit. Het is een gouden met, of nee, een rode met goud.
voor staan. Voor een kerstbal. Hoe duur is de verkoop? Ja, dat wil ik net vragen. Daar kunnen we nog naar kijken. Maar het zal een zacht prijsje zijn. Gewoon een klein prijsje. €6 of zo. En dan per hoeveel? Per één bal. Oké. Er zit wel een prima marge. Ja. Misschien een leuke combi-deal van maken. Mensen bijvoorbeeld 4 kunnen kopen of zo. Ja, en Jordi die heeft natuurlijk een kerstmuts en een kerstsjaal. Misschien kunnen we daar ook een combi van maken. Oh, een kerstpakket. Inderdaad een bal in een kistje of... je kan er van alles bij verzinnen. Kerststukjes maken, die opsturen. Bijvoorbeeld. Dat je de kerstbal erin doet. Ja. Stop. Ja. Wat is de levertijd van de ballen? Kerstpakket verkopen. Wat op de website staat, staat 7 tot 14 werkdagen. Ja. Dus dat zou dan ongeveer 3 weken zijn. Maar ik denk als jij in overleg zegt van... joh, ik wil ze heel snel hebben. Ja, dat kan dat eventueel ook misschien mogelijk zou zijn. Oh, ja, dat is wel nog. Okay. De enige die geen jas aan heeft. Wel alles. We houden iets vol. Ja. 550 ballen? Dat is 3 weken. Volgens mij 503, volgens mij, het is niet precies 550, nou, het is ietsje meer. Ja. Voor 4,5. Leuk toch? Ja? Ja, ik denk dat het een leuk idee is en ik denk dat we daar best wel publiek naar hebben. Denk je dat we het gewoon lekker moeten doen? Mijn akkoord heb je. Oké, leuk. Alleen wel even, ze moeten wel echt even wat sneller geleverd worden, want anders zit je al... voorbij de helft van november. Ja. En dan hebben we staat de boom nog maar een kleine maand om alles te verkopen. Bij mij wel. En mocht het nou echt niet sneller geleverd kunnen worden, is er dan ook een optie om 250 te doen? Ik weet niet of dat sneller dan gaat. Nee, maar dan heb je minder om te verkopen. Oh zo. Maar dat bedoel ik eigenlijk. Sowieso als je even belt met heet, heeft echt heel erg veel spoed, dan kan er best wel het aantal dagen ervoor afgesneden worden. Ik weet het niet. Dat zou ik dan even, ik zou moeten even bellen of dat mogelijk is. Dan kijken we daar even naar. Aan de hand van de levertijd doen we 250 of 500. Ja. Ik heb nog een vraag. Ik bedenk me net, nu we het hierover hebben. De tassen. Ja, geld is teruggestort. Is dat geld teruggestort? Ja. Oké, dat is een rekening. Oké, goed. Maar is niet echt de beste communicatie. Oké, maar iedereen is akkoord met de ballen? Ja. Ik ben akkoord, ja. Als de levertijd... Bali. Inderdaad. Gaan we naar kijken. De levertijd zetten. Okay, cool. Gaan ze ook bestellen? Gelijk? Ja, maar die keuze hangt dan een beetje af van als het echt 3 weken gaat duren de levertijd, dan kunnen we beter voor 2,50 gaan. Dan hebben we nog wat. Als dat eerder is. Ja. Druk op de ketel. Mijn ballen, moet je dan zeggen. Ik heb niks. Zeg ik altijd. Yes? Nee. Ik vind het even leuk om te melden dat ik... Heb je nijles? Nee. Dat heb ik ook. Dat heb ik morgen. Ik heb een aantal dansscholen benaderd om te leren vogelen. Folk komt uit de ballroom scene en dat is een bekende term in de gay scene, om het even zo te zeggen. En ik hoop dat ik een school kan vinden die bereid is om hier naartoe te komen en mij te leren vogelen. Ik heb Frenny daar meteen ook mee gevraagd van, hey Frenny, wil je mee vogelen? Nou, Frenny vindt het helemaal fantastisch, dus wellicht gaan we binnenkort hier vogelen. Wat is het? Laat eens zien. Folk is eigenlijk dat je stamt af eigenlijk, de naam stamt af van het magazine. Omdat het magazine op de voorkant heb je altijd verschillende poses en dat is dus ook van de dans van je op de beat doe je allerlei verschillende poses of dat je net in op de cover staat van de magazine. Een soort van reclame. Heb je een liedje van Madonna, ken je niet? Nee. Maar het is een soort van reclame eigenlijk. Voor het magazine. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Hey, dat ben ik. Kan je wat voordoen hoe dat eruit ziet? Je kan het wel. Denk aan indie. Om het zo te zeggen, ik kan het nog niet helemaal en ik doe het altijd een beetje meer voor de grap, lekker met mijn armen overdreven heen en weer zwammeren. Maar ik kan niet wachten om het echt te leren en alle poses te kennen. Maar doe er eens even. Niet 20 meter. Doe even, joh. Nee, meid.
Ik heb wel Louisa en Rowan. Ach god, echt? Ja. Ook ja. Fantastisch. Oh, lachen. Valentine. Oh, dat zou ik we hebben ook Wyatt, hè, die hier heel vaak komt. Ja, Wyatt. Ja. Ik denk dat die het wel leuk zou vinden. Ja, moet je wel voor de 60 zijn? Niet? Nee, niet? Oh, nee. Dat kan niet. Okay. Ik weet wel, ja, dat kan niet. Ik heb nog even twee naampjes waar ik achteraan ga mee. Dus dat. Ja. Ik. Hihi. Lexi. Oh nee. Oh, alleen Jess, kan ik straks met jou wel even praten. Want ik moet straks wel een akkoord geven aan de. Ja? Oké, dat was het. Meer heb ik niet. Kom je zo naar me toe dan? Ja, zeker. Mariska. Nee, ja, vanavond gaan we weer lekker tapas eten. Yay! Kijk, dat zijn mooie berichten. Laten we daar dan maar gelijk mee afsluiten. Jessie. Heeft niks? Heeft niks. Oh, en voor de markt hebben we bladerdeeg besteld. Zondag goed gemaakt, lekker warm kaasbroodje voor iedereen. Zodat we daarna lekker hard aan het werk kunnen. Oh, ja, mag ik nog één ding zeggen over de markt? Nee. Natuurlijk, schat. Mag ik alleen nog even dus zeggen? Ik ben niet van plan om de hele markt met het outfitje te gaan lopen. Viswijverpakking. Nee, dat wil ik echt niet. Hoezo niet? Nee, wil ik gewoon niet. Ik wil kijken hoe het ruim, maar ik ga niet de hele tijd met zo'n outfitje. Nee, dat wil ik niet. Vind je het niet mooi? Of denk nou, je dat ik wil ook gewoon. Nou, ik weet niet. Ik wil gewoon ook normaal op de markt zijn. Niet de hele tijd met zo'n visoutfit. Ja, het spijt me. Maar het is wel een beetje laat of zo. Ja, dat weet ik, maar ik wil het wel doen. Maar niet een hele dag. Ik ga niet een hele dag met zo'n outfitje lopen. Dat ga je halverwege omkleden dan als het. Ja, denk ik wel. Ja, weet ik niet. Ik moet kijken, maar ik voel me er eigenlijk. Als u die latexbroek en die leest eronder aan, dan heb je zo'n reveal, weet je. Maar Lex, even voor... het idee is ontstaan. En uiteindelijk hebben we daar ook op gehandeld. En hebben wij die pakjes voor jullie geregeld. Ja. En dan kom je er eigenlijk... een paar dagen van tevoren kom je ermee... Ik weet, dat is ook mijn schuld. Ja, ik weet maar het. Maar hoe zit dat precies? Want dan ben ik heel erg benieuwd nadat je toch... en dat zie ik wel vaker gebeuren bij je... dat je dan terugkomt op bepaalde beslissingen die zijn gemaakt. Ja, ik wil gewoon even kijken. Maar het is wel, ik moet zeggen, kijk, het is je goed recht om het wel of niet aan te trekken, laat dat duidelijk zijn. Ja, daar gaat alleen, het maar ook om. Het is wel lastig om iets met je te plannen, want je komt echt bijna altijd op dingen terug. Ja. En dan zou je het wel beter overwogen hebben, misschien dat je uit enthousiasme eerst ja hebt gezegd of omdat je niemand teleur wil stellen. Ja. Maar we hebben er echt meer aan als je voortaan eerst een keuze overweegt voordat je een knoop doorhakt. Want ik heb nu zoiets, dan sta je straks in een ander outfit bij een oud-Hollandse viskraam en alles is wel op elkaar afgestemd. Je gaat vis, kaas verkopen en daar horen die pakjes en de kraam bij. Ja. En tuurlijk kan je ook vis verkopen als je niet het pakje aan hebt. Maar ja, weet je, je maakt daar wel een heel plan voor. Ja. En ik weet niet, ik ga heel erg slecht op onrekenbare mensen. Is dit niet iets persoonlijks? Kijk, alleen ik wil het met je goed. Ik wil wel doen, ik vind het wel geinig. Ik wilde ook wel in een minipak lopen, ik wil ook wel in een viswijvenpakje lopen. Ja. Het eerste waar ik was maar geen berenpak meer is. Wat zeg je? Het eerste waar ik inderdaad over nadacht was Lexi niet meer op te zetten. Want het slaat nergens op om halverwege om te gaan kleden. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het hartstikke leuk om mijn Volendamse kostuum. Ik vind het fantastisch. Ik vind het echt bij me passen. Ik vind het fantastisch. Ik moet denken aan Volendam dat ik daar was. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Ja. Nou, we gaan er ook. Mij maakt het echt niet uit. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk, hoe noem je dat? Als Klombikaas. Ja. Klombikaas, lekker. Ja. Multiculti. Ja, ik vind het wel leuk. Multiculti haren. Ja, ik vind het echt leuk om te doen. Kaasblokken, dat is wat anders dan de Colombiaanse blokken. Hebben we nu geregeld? Dan kan ik weer op gieren. Maar je kan dan met de maat. Ja. Heb je gekeken naar lengte en... Want die rokken zijn... Dat wordt een mooie jurk, meid. Anders nemen we hem een stukje in of zo. Ja, Jordi, kom maar eens naaien. Ja, ik kom... Ja, tuurlijk. Mag ik stift? Alsjeblieft. Ja, ik doe het wel. Ik doe wel lachen. Dus dan ik lus haring. Dus... Dus dan komt die veel te veel van op eten. Ik kom straks tonnetje rond. Dat is de enige reden waarom... Nou, Andrea, wij gaan 500 haringen verkopen. Ladio. En ik ga nog even laten weten. Ik ga straks, aangezien de tent komt, ga ik de Utopia 1 boom omzagen. Nee. Nee. Jullie erbij willen zijn? Nee. Maar ik wil ook de trap nageven. Maar gaat je kan toch uitgraven? Niet nou weer betaal.
Waar gaat hij heen? Utopia 1 is echt dood, jongens. Waarin hij waarschijnlijk ook niks meer gaat doen. Misschien wil iemand hem kopen. Voor in de voortuin. Ja, ja, aan een boom. We hebben gisteren besloten om vandaag een tent neer te gaan zetten. Ja, maar we hebben niet met z'n allen besloten om die boom neer te halen. Waarom is er ineens zoveel sentimentele waarde aan die boom? Omdat misschien wil iemand hem wel hebben. Maar we kijken nooit naar die boom om. Ik had hem heel graag thuis willen hebben, zeg ik eerlijk. Wij hebben vorige week nog... Ja, dat wil ik dus net zeggen. Wij hebben een vrouw die wou graag haar naam hier hebben. We hebben elkaar gemaakt. Gaan toch niet de boom oppakken? Maar waar gaat hij naartoe? Als hij gezaagd is, dan gaat hij waarschijnlijk in de haard. Of ja, in de open haard. Oh, zal Utopia 1 mooi branden. Oh. Dat vindt hij leuk. Nee joh, maar jongens, als je hem uit wilt graven, be my guest, hè. Je doet maar. Maar ik heb hem vorige keer volgens mij met Bren uitgegraven. En ik zeg je heel eerlijk, ik ga het niet nog een keer doen. Dat is veel helemaal niet. Kijk, als je nog een jaar hebt, is het anders. Maar hoeveel man krijg je moet uit moeten trekken? Misschien gaat mensen, als iemand kijkt en die wil die boom hebben, €1.000. Binnen een uur. Dat was het moment dat Kelly vertelde dat ze weg gingen. Dat ze daar met z'n allen met die met dat touw stonden. Ja, maar we kregen niet uit de kel. Ja. Hoe moet ook teruggezet worden. Ja. Heel irritant. Hey, was gezellig.